Wie denkt aan de Tweede Wereldoorlog, denkt waarschijnlijk aan invasies, gevechten, tanks, maar ook aan concentratiekampen. Maar wist jij dat veel mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden aan de gevolgen van hongersnood? Miljoenen mensen in de Sovjet-Unie, maar ook de Nederlanders tijdens de hongerwinter en de Grieken. 250.000 Grieken zijn omgekomen van de honger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze video ga jij meer leren over de Griekse hongersnood, een vergeten tragedie van de Tweede Wereldoorlog. In april 1941 begon de Duitse invasie van Griekenland. Tegelijkertijd vielen de Duitsers Joegoslavië binnen. De Duitse divisies vielen aan vanuit Bulgarije, braken door de noordelijke Metaxas-linie en namen op 9 april Thessaloniki in. Griekse troepen die in Albanië vochten dreigden nu omsingeld te worden. Andere Griekse verdedigers wierpen zich in paniek terug. Het gaf de geallieerde troepen weinig tijd om hun verdediging voor te bereiden omdat ze door de Duitsers werden teruggedreven. Op 27 april vielen de Duitsers Athene binnen en werd de hakenkruisvlag gehezen op de Acropolis. Het overgavedocument werd op 23 april in Thessaloniki ondertekend. Het werd ondertekend door de Griekse generaal Georgios Tselakoglou. Hij had gecapituleerd zonder bevel van Athene. De reden dat hij in rijnen wilde komen met de Duitsers was dat hij niet wilde dat de Italianen zijn land zouden overrompelen. Zodra de Duitsers Griekenland binnenvielen, begonnen de plunderingen. Een informant schreef: de Duitsers leefden van het land. Ze hadden geen voedsel voor de troepen meegebracht en er was geen soldatenkantine opgezet. De troepen aten gewoon in restaurants. De troepen waren niet in kampen om bombardementen te ontkomen, maar in huizen van burgers. Velen werden grondig geplunderd. Naast plunderingen vond er ook grootschalige vordering plaats, evenals onteigening. Als gevolg hiervan nam de werkeloosheid toe en daalde de industriële productie. Maar het ergste waren de gevolgen voor de voedselvoorraden. Besef dat Griekenland nooit zelfvoorzienend was geweest als het aankwam op voedsel. Met hun export betaalden zij voor hun import. Maar nu hadden de Britten een blokkade opgeworpen en kon dit dus niet plaatsvinden. Maar er was meer aan de hand. Want door de oorlog was er al minder graan opgebracht. Zo'n 15-30% minder. Normaal gesproken werd overtollig graan in bepaalde regio's naar de steden gebracht om vanuit daar verspreid te worden. Maar dat gebeurde nu dus niet, omdat de Duitsers wegblokkades opwierpen en veel van het graan simpelweg in beslag namen en vervoerden naar Duitsland. Dus zelfs al wilden de Griekse boeren hun landgenoten voeden, dan ging het alsnog lastig, omdat zij dit simpelweg niet konden doen. De Duitsers en de Italianen namen hun voedselvoorraden in beslag. En dan was er ook natuurlijk nog het economische mismanagement van de Duitsers. Hierdoor ontstond hyperinflatie, wat daarmee de Griekse economie ruïneerde. En veel boeren verkochten hun graan daarom maar op de zwarte markt. Dat bracht meer op. Maar dit ging ten koste van de voeding van de Griekse burger. Prijzen stegen gestaag, gevoed door het geld dat gedrukt werd om aan de eisen van de bezettingsautoriteiten te voldoen. De inflatie leidde ertoe dat producten en detailhandelaren hun goederen van de markt haalden. En hamsteren gebeurde overal. Gedemobiliseerde legerofficieren die door de regering van Tselakoglou waren gestuurd, kozen vaak de kant van de boeren die niet geloofden dat het voedsel naar hun landgenoten zou gaan. Privé-initiatieven zoals gaarkeukens ontstonden, maar zoals het Rode Kruis stelde, geen enkele organisatie van openbare hulp of welzijnszorg zou erin geslaagd zijn om al diegenen die leden van de hongersnood te redden. Lange rijen begonnen zich voor winkels te vormen. Die rijen waren zo lang dat mensen zelf stoelen meebrachten om op te zitten. En de Duitsers deden niets om dit te voorkomen. Sterker nog, ze haalden Griekenland leeg. En mensen overleden aan de honger. Er kwamen meer bedelaars op straat. Mensen begonnen gras te koken. En toen de hooggeplaatste nazi Hermann Göring op de hoogte werd gesteld van de hongersnood en hem werd gevraagd of hij er wat aan kon doen, reageerde hij als volgt: het kan me niet schelen als u zegt dat Griekse mensen onder uw bestuur sterven van de honger. Laat ze omkomen, zolang geen Duitser verhongert. En dat is wat er gebeurde. Toen de eerste winter naderde, genoten de Duitsers thuis van dezelfde voedselconsumptie als voorheen, terwijl duizenden Grieken stierven van de honger. Kinderen zochten in vuilnisbakken naar etensresten, anderen hingen bij restaurants rond. Sommige Duitsers vonden dit grappig.
Duitse soldaten die op straat olijven aten, trokken een menigte van kinderen aan. Zodra iemand een olijfsteen uitspuugde, haasten de kinderen zich erna. De snelste stopte hem in zijn mond en zoog hem schoon. De zomer van 41 was heet. De winter van 41-42 was extreem koud. Er viel zelfs sneeuw in Athene. Kolen en hout waren niet meer te betalen. Dus veel mensen werden ziek van de kou en overleden. De honger had zowel psychische als fysieke gevolgen. Het was zelfs zo erg dat mensen op een gegeven moment dood neervielen op de straten van de stad. Naar schatting zijn 250.000 Grieken van de honger overleden. Werden de Grieken met opzet door de Duitsers verhongerd? Volgens de historicus Mark Mazur, die het boek Inside Hitler's Greece schreef, was dit niet het geval. Het was puur plundering en economisch mismanagement. Toen de hongersnood op zijn hevigste was, exporteerden de Duitsers nog steeds voedsel uit Griekenland. De Italianen deden dit ook, al waren de Italianen meer bereid om te helpen. De asmogendheden die gaven de schuld aan de Britten vanwege hun blokkade op zee. Het Vaticaan vroeg de Britten om de blokkade op te heffen en de Britten gaven op hun beurt weer de schuld aan de Italianen. Er was een plan om via het neutrale Turkije voedsel Griekenland in te krijgen, maar dat plan mislukte. Uiteindelijk hieven de Britten in de zomer van 1942 de blokkade op. En daarmee verbeterde de voedselsituatie in Griekenland zich onmiddellijk. Wiens schuld was het nu werkelijk? Die Griekse hongersnood. Als jij daar nog ideeën over hebt, laat het weten in de comments beneden de video. Ik lees ze allemaal. Ik wil je bedanken voor het kijken. Wil jij meer weten over Griekenland tijdens Wereldoorlog 2? Klik dan hier. En ga vooral ook even naar mijn Engelse kanaal. En groetjes vanuit de Plakka hier in Athene, Griekenland.